Hey, leuk dat je meedoet aan deze missie. In deze serie ga je leren programmeren met Scratch. Je gaat onder andere animaties, games en handige apps programmeren. In dit project ga je een digitaal aquarium programmeren met Scratch. Maar wist je dat er zo'n 34.000 verschillende soorten vissen zijn? Dit aantal verandert wel trouwens de hele tijd. Bijvoorbeeld door de ontdekking van nieuwe vissoorten. Maar ook doordat sommige soorten uitsterven. Voor het programmeren heb je het projectbestand nodig. Je kunt het bestand downloaden door op de link hieronder te klikken. Zet nu deze video even op pauze en download het projectbestand. Als je dat gedaan hebt, druk je weer op play en gaan we weer verder. Tot zo. Ga nu in je browser naar scratch.mit.edu. Zet deze video maar weer even op pauze. Als je een Scratch-account hebt, kun je nu inloggen, maar dit hoeft niet. Klik vervolgens op Maak. Je komt nu in de programmeeromgeving terecht. Nu jij. Zorg dat je taal op Nederlands staat ingesteld. Klik op Bestand en Uploaden vanaf je computer. Kies het projectbestand dat je zojuist hebt gedownload. Het project met alle afbeeldingen wordt nu geopend. In dit project codeer je dus je eigen aquarium. Vul het met zoveel vissen als jij wil. Om een heleboel vissen te genereren, gebruik je de kloonfunctie in Scratch. Eerst de vis laten zwemmen. Nu jij. Zo is hij een beetje eenzaam. Laten we nog wat vissen programmeren. Kijk, de vissprite heeft zeven verschillende uiterlijke. Maar ik programmeer eerst een knop om vissen toe te voegen. Dit kan in Scratch met de clone-functie. Wanneer er op de knop geklikt wordt, wordt er automatisch een kopie van de sprite gemaakt. Zo hoef je niet allemaal losse sprites te gebruiken. Daarna kun je in de sprite van de vis bepalen wat er gebeurt wanneer er een clone start. Ik wil dat de vissen steeds anders zijn. Dus de code kiest voor het uiterlijk een willekeurig getal tussen 1 en 7. Dan maak je een variabele. Een variabele is een plekje in het geheugen van het programma waar je iets in kunt opslaan, in dit geval grootte. Door de code een willekeurig getal te kiezen tussen 20% kleiner of 20% groter, wordt iedere vis verschillend. Dan verander je de grootte van de vis met het getal in de variabelen. Ga naar een willekeurige positie en laat zwemmen. De variabele op je speelveld verbergen kan door dit vakje uit te vinken. Dan nog een geluidje. En klaar. Heb je nog zin om door te programmeren? Hieronder vind je nog twee challenges om verder mee te programmeren in dit project. Lukt het jou ook om deze op te lossen? Maar je kunt ook gaan lezen in deze boeken met vissen in de hoofdrol. Leen ze bijvoorbeeld bij jouw bibliotheek. Op skillsdojo.nl vind je nog veel meer leuke missies om te doen. Ga bijvoorbeeld een app ontwerpen, een website bouwen of de microbit programmeren. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal, dan ben jij de eerste die hoort wanneer er een nieuwe missie online staat. Leuk dat je hebt meegedaan en tot de volgende missie.